Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Vindt u dat jongeren vrijgesteld moeten worden van de coronamaatregelen? Ze moeten ook de verantwoordelijkheid eraan kunnen dragen. Totaal niet. We moeten allemaal gaan samenwerken om juist die corona te gaan verdrijven. Maar wat de jongeren wel kunnen is eventueel iets betekenen voor de ouderen. Bijvoorbeeld een kaartje maken voor deze moeilijke tijd. Doe dat voor een eenzame ouderen of een kaart. Het maakt niet uit. Maar ga jezelf inzetten juist om de ouderen te helpen. We moeten het met z'n allen doen. Ik denk het niet. Nee. Niet. Waarom niet? Ja, omdat hun juist de veroorzaker, denk ik, zijn. Dan hun juist dicht op elkaar gaan zitten. Ja, dat vind ik een lastige. Ik snap de behoefte van jongeren inderdaad. Maar aan de andere kant denk ik dat nu met de oplopende besmettingen het toch ook wel belangrijk is om zoveel mogelijk de voorschriften te volgen. Eigenlijk niet, want hun zijn net zo besmettelijk als ouderen. En ik vind gewoon dat gewoon echt mensen die... Ze moeten het gewoon aanhouden, vind ik. Ik vind dat ze gewoon thuis moeten blijven en de ouders ook. En gewoon masker dragen op straat als je ergens naartoe gaat. Ja, gewoon dat soort maatregelen. En als ze toch naar school willen gaan, moeten ze dan één dag naar school en dan de rest van de week gewoon online naar school. Nee, dat gaan ze niet volhouden. Nee, dat is maar voor korte duur, denk ik. En dan? En ja, en dan, gaan ze, dan kruipen ze weer allemaal bij elkaar natuurlijk. Dan kan je wel op één hand nagaan. Ja, nee, ze moeten het gewoon strenger voor iedereen. Niet alleen voor hun, maar voor iedereen strenger instellen. Hoe lang gaat het nog duren, denkt u? Ik denk dat het nog wel aardig lang gaat duren. Wat ik lees in de kranten over de ontwikkeling van vaccins, dat lijkt me niet heel hoopgevend. Dus het zou me niet verbazen als het ook in het komend jaar nog wel speelt. Ja, in Schiedam houden de jongeren zich gewoon aan de regels. En ja, ik heb geen jongeren gezien die over de scheef gaat, net als in Groningen. Je hebt best wel hier intelligente jongeren die zich gewoon netjes aan de regels houden.